Ook om we gaan kijken naar het rekenwerk van opgave 40, bladzijde 54. We moeten 32 megajoule per kubieke meter omrekenen naar kilojoule per kilogram. Dus van hier moet ik daar naartoe. Hier staan megajoules, daar staan kilojoules, dat is een factor 1000. Mega is 10 tot de zesde, kilo is 10 tot de derde. Dus 10 tot de derde kilo is 10 tot de zesde, ofwel 1 megajoule. Nou, ik heb niet 1 megajoule, maar ik heb er 32. 32 keer 10 tot de derde kilojoule. En dan heb ik de bovenste, de teller al in orde. Dan moet ik van kubieke meters nog kilogrammen maken. Dat kan met de dichtheid. Ik mag voor de dichtheid gebruiken van methaan, zo stond er in de opgave. En die bedraagt 0,72 kilogram per kubieke meter. 1 kubieke meter heeft dus een massa van 0,72 kilogram. Heel mooi, dan ga ik van deze kubieke meter 0,72 kilogram maken. Dus per 1 kubieke meter ontstaat er 32 keer 10 tot de derde kilojoule. Dat is hetzelfde dus als per 0,72 kilogram. En nu zit ik al op de juiste eenheid. Nu wordt het tijd om een rekenmachine te pakken en ik ga delen. En ik vind 4,4 keer 10 tot de vierde. Als er geen dichtheid voorhanden is, kan je ook terugvallen op het molair gasvolume. Dat bedraagt onder standaardomstandigheden 22,4 liter per mol, dus 22,4 keer 10 tot de min derde kubieke meter per mol. Nou, hier staat 1 kubieke meter. 1 kubieke meter is hoeveel mol? Nou, 1 mol is 22,4 keer 10 tot de min derde. Maar ik wil het weten van 1 kubieke meter kruislengs vermenigvuldigen, delen door wat er tegenover staat. En dan vind ik 44,64 mol. Dat ga ik daar invullen. En nu moet ik van mol naar kilogram. Dat is een klusje voor de molaire massa. We mochten ervan uitgaan dat aardgas methaan is. Dus ik neem de molaire massa van CH4. 12,01 plus 4 keer 1,008. 1 mol heeft een massa van ruim 16 gram, maar ik heb 44,64 mol. Dus ik heb 716 gram en ik moet naar kilogram. Dus dan maak ik even factor 1000, 0,7168 kilogram van. En dit ga ik vragen aan mijn rekenmachine. En dan vind ik hier 4,5 keer 10 tot de vierde kilojoule per kilogram. Nou, hetzelfde truc werd gevraagd voor waterstof. Dit noteer ik even hier. Oké, dit was het rekenwerk. Bedankt.